Vandaag het is wat rattenvanger Jan. Ja, we hebben er weer een. Reddeketet, het loket. Pedalbrick. Oh, dat... Yeah. It's the first time. Maar nu eerst, vaarwel, as the world turns. Voor Jolanda van Erk is het een verdrietige dag. Want gisteravond was haar favoriete soap voor de allerlaatste keer op tv. Na ruim 54 jaar valt het doek voor As the World Turns. Een beetje heel erg emotioneel, ja. Waar zitten de tranen nu, op dit moment? Nou, die zitten wel hier hoor. Jolanda volgt de soap al 13 jaar. Op haar werk in de sportschool gaat de tv stevast aan. Speciaal voor deze laatste aflevering heeft ze haar vrienden uitgenodigd. Ik zat gisteren thuis te kijken. Ik heb zitten janken. Ik was helemaal in tranen. Als je dat zo mag horen en zien, is het echt een hele grote vent dat ze het heel moeilijk gaat krijgen zo meteen, straks. Wat is het? We're back together. Ja, we are. Wat is er zo leuk aan As the World Turns? Ja, de acteurs, de verhaallijnen, die zijn gewoon heel erg, gebaseerd op het echte leven. Als ik aan het kijken ben, dan zijn mijn ogen op de beeld gericht en voor de rest nergens. En dan is het echt over en uit. As the World Turns is niet meer. Jolanda's TV staat vanaf nu op zwart. Kijk, ja, hier hebben we er weer een. Dit is rattenvanger Jan Oostveen. Jan is al bijna 23 jaar fulltime op jacht naar muskusratten. Even mijn waadpak aantrekken. Waadpak. Die staan nogal vrij diep in die kant. En, een speciaal pak, dan kunnen we wat verder in het water. Hier liggen die krabbescheerkopjes. Vreten ze die wortels vanaf. Noemen wij stempelplekken. Uitwerpselen van een rat. Markeert hij zijn territorium mee. Maar het is helemaal verregend, hè? Dat is niet meer goed. Jij hebt best wel vies werk, hè? Oh, ik vind van niet. Met keutels en ratten? Ja, nou ja, dat is mijn werk. Ik word er niet vies van, hoor. Het is in de natuur. Dus ja, daar ben je mee opgeroeid. Je weet niet beter. Jan moet er niet aan denken om elke dag achter een bureau te zitten. Van Meubel. Je hebt er een gevangen, hè? Ja, er zat trein 1 van de week. Ja. Ja, die hebben we. Ga zo door, joh. Jij doet goed werk. Ja, oké. Okay. Hoi. Het werk is niet zonder risico's. Om de 4-5 jaar moet je een tetanus spuit halen voor vuil. Of je valt wel eens of je hebt een wondje. Als dat erg is, dan krijg je een spuit als je bij de dokter komt. Heb je dat wel eens gehad? Maar, ja, ik heb hem om de 5 jaar gehad, maar de dokter zegt in wezen is dat niet nodig. Je lichaam bouwt zoveel antistof op, omdat je de hele dag bezig bent met dat werk. Dus voor het zekere, voor het onzekere doen we dat wel, maar het is in wezen niet nodig. Het doden van de muskusratten gaat heel snel. En dan plaatsen we de klem en dan komt hij onder water aanzwemmen. Gaat hij onder de kam door zo. En dan zwemt hij de klem in. Vind je het niet een beetje zielig? Nee, ik niet. Het is mijn werk, hè. Dus... Nee, dit moet gewoon gebeuren. Ja, vooral in die dijken. Ze graven de dijk kapot. Dus ja, het is het een of het ander. Kijk, als de dijken doorbreken, dan hebben we ook geen droge voeten. Dus. Ja, we hebben er weer een. De muskusratten zitten overal. Die zitten onder de weg. Ja, lekker warm, hè? Ja, nu niet meer. Nee, nu niet meer. Ik heb mijn werk goed gedaan. 3 stuks vandaag. Een goede opbrengst? Hele goede. Ja, ik ben er heel wijs mee. Jan had een goede vangst vandaag. Straks in de serie van De Baan,
de nieuwe carrière van soapster Dominique. Met toneelspelen repeteer je en dan kan het nog eens een keer over voor televisie. Maar dit moet in één keer goed gaan. Welke verhalen schuilen er achter de bezoeken aan het gemeenteloket? Tis wat is benieuwd en gaat op zoek. Vandaag in Delft het verhaal van Stefano. I'm here waiting for the registration to the immigrants office. Where are you from? Italy. Rome in Italy. Are you going to immigrate? I'm going to study here for 6 months. And so I have to be here to register and then open a bank account for this month. What are you going to study? Aerospace engineering, just a few exams. And why in Delft? Because here the university is very good and famous. I have to wait for one of my friends. Hi, Roberto. It's Roberto. Hi. And he's going to do the same thing for me. So today you bought the bike? Yeah, I bought the bike. You are very... Yeah, I'm pretty proud of it. Yeah. How is it? It's my first bike in that. Yeah. Do you have brakes or... Pedal brake. Without brakes? Yeah. It's the first time. If you turn in the right sense, it go on. When you turn backward, it breaks. Okay. Yeah. So when I went there, without the brakes on the under the hands, I said sorry, but the brakes, where are they? Oh, no brakes. It's you. Yeah. Okay, it's me. I said they are fast. I have to register. Yes. Yeah. Thanks. Your papers. Thanks. Okay. Yes. Thanks. Well, good luck with your study. Oh, thanks. See you. Deze week aandacht voor enkele bijzondere mensen die met hun eigen bedrijfje zijn gestart. Vaak hebben ze, nota bene in deze moeilijke tijd, de zekerheid van een vaste baan verruild voor een nieuw avontuur. En vandaag zijn we op bezoek bij Dominique uit Den Haag. Uit het ziekenhuis. Dit ben ik in bed. Wij moeten morgenmiddag naar het consultatiebureau. Dominique van Vliet is jarenlang actrice geweest. Vooral bekend als Ellen in de soap Onderweg naar Morgen. Voor die zomer weg zijn met mij eens kijken. Hou je kop! Heb je enig idee hoe lang ik hier nog gewerkt heb? Maar na eindeloze overuren in het theater en steeds minder acteerwerk vanwege haar leeftijd, heeft de 43-jarige Haagse besloten om een carrière-switch te maken naar iets wat ze al jaren leuk vindt. Dominique is nu uitvaartbegeleider. Het is een overgang. Het is en blijft een overgang, ja. Nou, het heeft me wel altijd gefascineerd, ja. Het was voor mij niet een heel onverwacht iets. Gecondoleerd met het verlies van jullie kind. Dank u. Nou, ik miste eigenlijk in het acteren het sociale aspect. En dat kan ik hier heel erg in kwijt. En ik vind het heel prettig om mensen te begeleiden naar een mooie uitvaart. Onderweg naar morgen, een reis... Hallo! Ik weet dat het niet de tijd is, maar ik zoek eigenlijk pioenrozen. De voormalige soapster heeft al 6 uitvaarten begeleid. En nu is ze een afscheid aan het voorbereiden van een 74-jarige vrouw. Ja, ik vind het onwijs spannend. Met toneelspelen repeteer je en dan kan het nog eens een keer over voor televisie. Maar dit moet in één keer goed gaan. Zoiets zou het eigenlijk moeten worden volgens mij. Juist. En dan met alleen maar pioenen. Juist. Nou ja, dit zijn. Hier word je natuurlijk niet echt vrolijk van. Dat zijn uitvaartbenodigdheden. Nou ja, zoals bijvoorbeeld een luier. Ja, dit is altijd een beetje vervelend om te zien, dit hoor. Dit eigenlijk ook. Ja, het is natuurlijk niet een heel. Maar je kan het wel wat luchtiger maken hoor. Nou, kijk, dit. Dit heb je ook. Het is niet onderweg naar morgen. Alhoewel, we zijn allemaal onderweg naar morgen natuurlijk, hè? Ja, dat weet ik, maar dat bedoel ik helemaal niet. Dit mag niet nog een keer gebeuren. In deze rol ben ik niet aan het woord, maar is de familie aan het woord. En luister ik. En heb ik dus geen tekst te leren. Wat weer heel lekker is voor je weekenden. Toch sluit Dominique een rol in een soap niet uit. En zeker als ze haar nieuwe beroep kan spelen.
En er gaan zoveel mensen dood in de soap, dus dat, wie weet. Morgen in de serie van De Baan, Esther en haar nieuwe uitdaging, boerenfluitjes. Soms moet je doen, moet je hart achterna gaan of je neus achterna. Dat was hem dan weer. Ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl. En ik zeg tot morgen!